Carlo de Reuver, Helmersport Almere City, 0-2. Ik denk dat het grootste mankement van de avond is dat jullie eigenlijk in de eerste helft niet belonen. Ik denk dat we heel veel, tenminste genoeg kansen hebben gehad om de 1-0 te maken. En ook in de tweede helft denk ik dat we gewoon op voorsprong kunnen komen. Dat kunnen we niet. We krijgen gewoon een vervelend doel tegen. Dat spreekt me hoe het seizoen loopt. Dan weet je hoe het gaat. Als je naar de ranglijst zou kijken, zeg je Almere City moet lukken. Hun steken eigenlijk in een bloedvorm, doen mee in de vierde periode. Nou, dat was de eerste helft absoluut niet zichtbaar. Jullie waren gewoon absoluut veel beter. Ja, zeker. De eerste 10 minuten na denk ik dat we het niet zo goed zonder als ploeg zijn. Alleen dat we daarna wel grip op de wedstrijd hadden en dat we de bovenliggende partij waren. Alleen dat we vaker dit seizoen niet doen, dat beloven we zelf. We krijgen een heel raar doelpunt tegen. Wat gebeurt er nou precies? Je staat natuurlijk een stukje vanaf. Het zag echt heel raar uit. Ja, ik weet niet of er gekozen is dat de tijd had of dat hij iemand in zijn rug zat. Maar ik denk dat er een miscommunicatie is en dat hij niet om zich heen heeft gekeken. Dat kan ik niet over oordelen. Maar het spreekt op dit moment wel hoe het seizoen loopt. Dat we dit soort tegendoelen krijgen. Ik neem aan dat voor de wedstrijd het belang van deze wedstrijd wel besproken is. Wat wordt er dan na die wedstrijd in de kleedkamer gezegd door onder andere strijders? Nou, op dit moment is er nog niks gezegd. Ik denk dat we het eerst even moeten laten bezinken over de uitslag van de wedstrijd en dat we hier morgen terugkomen. Dit is wel heel zuur. Een plaatsje voor de play-offs kun je wel vergeten? Nee. Ja, of we kunnen vergeten, dat weet ik niet. Er komen nog 6 wedstrijden aan waar we weer 18 punten kunnen pakken. Dus, en dan gaan we gewoon volle bak voor. Alleen we hebben het niet meer in eigen handen al een tijdje. En we moeten gewoon volle bak voor de play-offs gaan. Dankjewel. Alsjeblieft.